A4 hier naast mij is heel vaak heel druk, staat heel vaak file. Het is ook een belangrijke snelweg in de Randstad, ja, dus logisch dat er vaak file staat. Maar daar komt verandering in, want ze gaan het stuk tussen Zoeterwoude en Leidendorp verbreden. Beter voor de veiligheid en de doorstroming. De weg wordt verbreed van 2 naar 3 rijstroken en wordt over een lengte van 1400 meter verdiept aangelegd. Daarmee vermindert ook de geluidsoverlast en verbetert de leefomgeving. Dit eerste deel dat wordt nu afgebouwd, dat is de richting Den Haag. En dat gaan we voor de zomer van 2012 in gebruik nemen. Het deel richting Amsterdam dat is er nog niet. En in de tijdelijke situatie gaan we deze verdiepte ligging voor 2 rijrichtingen in gebruik nemen. En dat gebeurt met 2 keer 3 rijstroken. En de rijstroken zijn dan wel versmald en er geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. Er worden nu geluidsschermen aangebracht. Er wordt hard gewerkt aan het afbouwen van de wandbekleding van de verdiepte ligging. Het aqueduct onder de Oude Rijn, daar wordt hard aan gewerkt. Dat is alleen maar voor autoverkeer. Voor het fietsverkeer komt er een aparte nieuwe fietsbrug over de Oude Rijn. En voordat de A4 wordt afgebroken, wordt die fietsbrug natuurlijk in gebruik genomen. Zodra al het verkeer hier doorheen rijdt, gaan we de oude A4 afbreken. En dan gaan we alles wat hier nu gebeurt nog eens een keer doen, maar dan voor de rijrichting naar Amsterdam. En eind 2014 zijn we dan helemaal klaar. Padre mio, sin ti, no vivo sin tu amor, porque yo quiero tu pasión. Het duurt nog wel even voordat die A4 helemaal klaar is. Maar als die dan af is, dan is het natuurlijk veel minder vaak file. Maar nooit zoals nu, die serene rust die hier heerst. Tot volgende week. Hoi.